Het is dag 4 van de intreeweek. En gisteravond was Plankgas en iedereen is er helemaal brak van. Want we zijn nu op Nachtcultuur, het onderdeel van de donderdagavond. Eigenlijk is er helemaal niemand, want iedereen slaapt nog. Of is brak, ligt in bed. Wij zijn hier met STV om jou te vertellen wat je allemaal mist nu jij in je bed ligt. Nou, ik sta hier nu dus bij een onderdeel en er is gewoon letterlijk helemaal niemand. Hallo? Hallo? We gaan nu naar het onderdeel schijnbeweging en ik zou iets heel leuks leren. Ik weet niet meer waar we heen moeten. Nou ja, heel leuk was het misschien een beetje overdreven. Maar kijk, in de Griekse tijd zagen de beelden er dus zo uit met al die kleuren, die kitscherigheid. Wij kennen het natuurlijk gewoon als zulke blanke beelden, maar eigenlijk had het zoveel kleur. We zijn nu in nog een museum van nachtcultuur, het Grachtenhuis op de Herengracht. Ik heb hier nog een leuk klokhuismomentje. De huizen in de grachtengordel staan soms een beetje naar voren geleund. Dat is niet per ongeluk, daar hebben ze over nagedacht. Want als je dan dingen omhoog gaat takelen, dan knalt het niet zo snel tegen de gevel aan. Beetje van de dag. Kun je ook aan je vrienden vertellen op borrels, feesten en partijen. Hier zijn mensen en ze staan in de rij. En ik ben heel benieuwd waarvoor ze in de rij staan. Waarvoor staan jullie hier in de rij? Wat is hier aan de hand? Er zijn kluisjes daar beneden en we mogen niet met tas naar binnen. Dus je hebt nog niks gezien hier van Huis Marseille? Nee. Ik kom hier net pas binnen, dus ik ben hier pas net doorgelopen. Dus ik heb eigenlijk nog niks geleerd. Nog helemaal niks. Meiden, wat hebben jullie allemaal al geleerd hier bij Nachtcultuur? Wat was dat weer? Ja, niet zo heel veel. Daar was net een... Ik denk dat ik het herkende als dat ene ding waar zeg maar zo'n tekst op staat in het... Ik geloof... Grieks en hiërogliefen en nog iets. En dat vind ik best wel interessant, want dat was blijkbaar een belangrijk stuk. Er was één foto en het ging dan over een man die wilde voor de eerste prijs gaan om een parachute ontwikkelen. Dus die stond bovenop de Eiffeltoren en toen viel hij eraf en je zag een filmpje van en die ging toen dood. Oké, nou thanks. Dat heb je dus gemist nu je in bed ligt. Volgens mij hoor ik mensen. Bijna afgelopen. En zoals je achter me ziet, zijn er dus wel studenten op komende dagen. Aankomende studenten, ik ben trots op jullie. Jullie komen nog niet op tijd, maar jullie komen uiteindelijk wel naar alle musea toe. Dit was donderdagavond. Doei! Dankjewel.